beurt en 49 seconden een tijd om te onthouden. Dat was de tijd die vorig jaar door Mark Hartbouw werd gelopen hier over de 5 kilometer. 16:49. Ja, dan moet hij wel heel snel zijn als hij die tijd uit de boeken wil lopen. Want ik zie dat er een tijd inmiddels staat van 16 minuten en 45 seconden. Dus ja, die tijd gaan we vandaag hier niet halen. Om de simpele reden dat die tijd inmiddels is verstreken. Dus vandaag in ieder geval geen parcoursrecord hier in Vollenhoven. Dan zijn we in afwachting van dat wat komen gaat. Hier liggen de twee mappen. Hier is waar hun tijd gestopt wordt. En daar komt hij aan. De eerste mannelijke 5 kilometer lopen. 17 minuten en 15 seconden op de klok. 265. Dat is het nummer wat op de buis staat. Applaus voor de eerste man over de finish. Hij is Leon Ruiters. Leon Ruiters, dat is dus de eerste man in een tijd van 17 minuten en 23 seconden. Als eerste man over de finish. Over de 5 kilometer. En op ruime afstand kan gezegd worden van het achtervolgende veld. Leon Ruiters is dus als eerste man gefinished bij de 5 kilometer. En voor de mensen onderweg, dat hij de 5 kilometer heeft gelopen, kun je zien aan de rode stip op zijn bordnummer of buisnummer of loopnummer. Gele stippen zijn voor de 10 kilometer lopers en de rode stippen voor de 5 kilometer lopers. Leon Ruiters dus met afstand de snelste hier in Vollenhoven in een tijd van 17 minuten en 23 seconden. En die uitslagen kun je na afloop van de wedstrijd allemaal weer terugkijken op www.uitslagen.nl. En de mensen die vaker meedoen aan dit soort hardloopwedstrijden weten dat natuurlijk. Maar bent u debutant en bent u benieuwd wat uw tijd was, dan kun je dat terugkijken op www.uitslagen.nl. Op het parcours ook diverse fotografen. Als het goed is, hangt er zelfs een drone in de lucht. Die beelden kunt u na afloop van de wedstrijd allemaal bekijken op de site van de www.venoteloos.nl. Zelf dus foto's die onderweg worden gemaakt en wellicht ook dronebeelden. Allemaal na afloop van de wedstrijd terug te zien op de www.venoteloos.nl. 17 minuten en 23 seconden, dat was dus de eerste tijd, de eerste loper Leon Ruiters die tijd hier op de klok zette. 17 minuten en 23 seconden en inmiddels zijn we 19 minuten en 23 seconden onderweg. Dat betekent dat hij tenminste een voorsprong heeft van 2 minuten. Daar is de volgende loper die als tweede man hier over de finish gaat komen over die 5 kilometers met een tijd van 19 minuten en 35 seconden op de klok is het de man die met nummer 61 en met de naam Tielen binnen is in een tijd van 19 minuten en 42 seconden. Zijn naam is Tielen Brands, hij is afkomstig uit Urk en loopt hier dus met een tijd van 19 minuten en 42 seconden. Een prima tweede plek bij elkaar. Nogmaals, achter de eerste finisher, 17 minuten en 23 seconden, dat was zijn tijd. En daar zien we in de verte ook al de nummer 3 van de mannen binnenkomen. En vanaf nu gaat het hard, kan ik u vast verklappen. Ook applaus dus voor de man met 241 die de derde plaats hier binnenhaalt in Vollenhoven. Zijn naam is Reiner Buitenhuis, hij komt uit Hasselt. Hij ziet zich dus als de derde man hier op de 5 kilometer van de mannen in een tijd van 20 minuten en 21 seconden. En dat betekent dat die medailles dus zijn verdeeld, dat die prijzen bekend zijn en dat daarover geen enkele twijfel meer bestaat. Dat die mannen zich kunnen gaan opmaken voor de huldiging straks om 12:30 na afloop van deze wedstrijd. Ook applaus en vast voor de volgende man. Op 4 komt hij dan binnen. 258 is zijn nummer. Jos Ruiter uit Ernst is zijn naam. Met een tijd van 20 minuten en 54 seconden is hij de vierde man
die binnenkomt op de 5 kilometer mannen. En ook de volgende man met borstnummer, startnummer moet ik misschien zeggen, 246. Loopt over de finish. Hij trekt er nog eventjes een sprintje uit. Henk Hoxe uit Staphorst eindigt in de 5 kilometer van de man op een vijfde plek. In een tijd van 21 minuten en 12 seconden. En daar de eerste vrouw. De eerste vrouw is daar aanstaande. Haar finish. Het is 215. Het is Annemiek. Het is om precies te zijn Annemiek Dekker uit Emmeloord. De eerste vrouw over de 5 kilometer in de tijd van 21 minuten en 30 seconden. En ook de tweede vrouw komt eraan. Maar ook Dennis Struis uit Assen binnen. Zes de eerste met een tijd van 21:40. Ook een sprintje nog van Marcel Rood uit Vollenhoven, die zevende wordt. En de tweede vrouw is ook over de finish. Ik zie het helaas niet op een bord verschijnen, maar de tweede vrouw is binnen. Koen is ook binnen, 65. Loopt helaas niet op mijn scherm binnen. En ook de derde vrouw is binnen, Laurie. Laurie Ras uit Urk, die staat verbod als tweede, maar er is een andere vrouw die haar voor was. Dus daar moeten we nog even naar gaan kijken, laten we op deze wedstrijd. Of was dat misschien de vrouw die niet meer zonder kip? Dat kan natuurlijk. Bonette met 189 is ook binnen. Bonette van den Berg uit Urk. Urk, derde plek, staat hier op het scherm. Is de vierde met een tijd van 22 minuten 25 seconden. Jan Schult. Jan Ruiter is binnen, 9 door net 5 kilometer, 22:22. Julia van Vulpen, 22 minuten en 23 seconden ook over de finish. En Arnoud Kleine Beters uit Vollenhoven, ook hij is binnen. Hij eindigt op een tiende plek met een tijd van 22 minuten en 41 seconden. Dat betekent dat in ieder geval de podiumplekken voor zowel de mannen als wel de vrouwen binnen zijn. En Herman, ook Herman is binnen. Herman is binnen in de tijd van 23 minuten en 7 seconden. Het wordt allemaal verrekend, zeg maar, want het kan natuurlijk zijn dat je niet als eerste bent gestart, maar wat later over de start ging. Herman Grupper uit Haventje binnen. Ook Geert is binnen. Geert Vos net voor de Simone Schouten. Maar Simone Schouten maken, moet ik zeggen, met een tijd van 23 minuten en 21 seconden. En Geert Vos uit Urk is ook binnen in een tijd van 23 minuten en 20 seconden. Geert Vos is uit Urk 12e. En Simone Schoutenmaker Emmeloord ook binnen. Ook binnen is Nicole. Nicole Vos uit Emmeloord. Staat hier op het bord op de zesde plek, maar ik sluit niet helemaal uit dat er ook een vrouw is gezien die haar chip nog niet in orde had en die zeg maar met eigen tijdwaarneming is gelopen. Maar goed, dat gaan we zeker na afloop van deze wedstrijd allemaal keurig netjes in orde maken, wat in ieder geval uiteindelijk de juiste mensen hier op het podium staan in Vollenhoven. 24 minuten en 15 seconden onderweg. Waar de eerste vrouwen en eerste mannen van de 5 kilometer binnen zijn. En het wat dat betreft ook het wachten is op de eerste binnenkomende man en vrouw van de 10 kilometer. En dit is een man die binnenkomt. Papa Jacco. High five voor Jacco Rood uit Sint-Jansklooster. Hij is binnen een tijd van 24 minuten en 34 seconden. Is daarmee de 13e man uit de 5 kilometer. En de volgende vrouw komt ook binnen. 253 is haar startnummer. Haar naam is Annette Hazenberg uit Kerwakkenburg. Haar tijd is 24 minuten en 49 seconden. En ook Marco Siemens uit Zwolle is binnen. 24 minuten 56 seconden. En Dirk Boes uit Sint-Jansklooster is ook over de finish. In een tijd van precies 25 minuten volbrengt hij de 5 kilometer. Met de kort daarachter. Actie is zelfs uit Zwolle. Hey, kijk hier eens. Ja. Deze man heeft zich op onderweg gespaard. Of heeft een geweldige finish. 259. Simon Tikkelaar is met een tijd van 25 minuten en 18 seconden. De man op de 17e plek en Simon Klap uit Vollenhoven eindigt op een 18e plek. In een tijd van 25 minuten en 23 seconden. Maar de laatste 50 meter, daarvan kan ik vaststellen dat Simon Tikkelaar de snelste finishende man is. Maar hij is wel eens een prijs voor. Juist over de lijn komt hier Joostein, startnummer 69. Joostein is ook binnen in een tijd van 25 minuten en 45 seconden. En haar achternaam is De Haan. Ze komt uit Emmeloord en komt binnen met een 9e tijd.
En dan komen ze hand in hand over de finish. Twee dames, een tijd dat ik het door heb. Ja hoor, Emma de Boer, Jongman uit Urk en José de Haan uit Emmeloord Stijgenbrunnen. En dat geldt ook voor Annemarie Rustenburg. Zij is binnen in een 12 tijd, 26 minuten 28 seconden. En dat betekent dat we inderdaad bij de mannen Leon Ruiters binnen hebben, Tienen Brands binnen hebben en Reiner Buitenhuis. Dat zijn dus de nummers 1, 2 en 3 bij de mannen. En bij de vrouwen is Annemiek Dekker uit Emmeloord als enige te zien. Als eerste te zien, moet ik zeggen, voor Cecilia Vreken uit Ernst, voor Laurie Ras uit Urk. Dat zijn dus de nummers 1, 2 en 3 bij de mannen en de vrouwen. En ook Arnoud is binnen. Arnoud Botma uit Vollenhoven is binnen de 25 minuten en 28 seconden. En ook Adriaan van Vulpen is binnen. 27 minuten en 8 seconden. Dat was haar tijd. Caroline en Chris-Marie, ook zij zijn over de finish gekomen. Net als Wilmark, Adriaan van Vulpen, Arnoud Boekma van Vollenhoven. En 245, ook zij is binnen. Krijgt het niet mee op de grote scherm. Dat zal straks echt wel komen. En is na de tijd echt allemaal wel terug te zien. Caroline van Velfhuizen dus. En Agrieta van Vulpen. In tijden van 27 minuten en 25 seconden voor Caroline. En 27 minuten en 8 seconden voor Agrieta van Vulpen. En de volgende heren komen binnen. En de volgende vrouwen komen binnen op het rechte stuk. En ook voor hen natuurlijk welverdiend applaus. Renze, 24, komt binnen in de tijd van 28 minuten en 25 seconden. Renze, de grote Colin Hoogers. Jenny van Bokken trekt er nog eentje sprint uit Urk. Ja, de Ruiter van den Hoven ook binnen. Net voor Linda Groen uit van den Hoven. En het sprintje van Petra. Petra ook binnen. En zo drukken ze allemaal binnen hier over de finishmatten. In tijden van voor de 29 minuten. En nogmaals, al die tijden zijn de afloop ook allemaal terug te zien op www.uitslagen.nl. De dames hier in beeld zien Linda Groen, 28 minuten 33 seconden. Jan van Bokken uit Urk in 28 minuten 28 seconden. Allemaal gefinished bij de vrouwen en 5 kilometer. Akkoord. Gerard, zijn startnummer is 34 en ook hij binnen. Gerard van Slijpen uit Vollenhoven. 29 minuten en 34 seconden. Dat is de tijd die Gerard erover heeft gedaan. En ook lachend over de finish. Het startnummer 14 en de handen in de lucht. En dat is Marian Kwast uit Vollenhoven. Thuiswedstrijd voor haar dus. In een tijd van 29 minuten en 51 seconden. Dit is Marian Kwast uit Vollenhoven binnen. En ook Manouk komt over de finish. Spreekt ook nog een sprintje uit. Manouk Balk uit Ens loopt in een tijd van 30 minuten en 10 seconden. Een 23e plek binnen hier in Vollenhoven. Over die 5 kilometer bij de vrouwen. Sandra en Gerda, gezamenlijk komen zij over de finish. Sandra Jassus en Manouk Balk, nee, Gerda Fransen moet ik zeggen. Binnen voor Armando de Jager uit Eskol. Armando met 30 minuten en 35 seconden. En ook Marianne van Tilburg over de finish. 30 minuten en 42 seconden. En het volgende duo ook over de finish. Nena 173. En Jan Echter van Dijk uit de Hasselt over de finish in tijden van 30 minuten en in de 5 seconden. En ook Jannie van den Berg uit Urk en Heidi Wouters uit Tilburg. Ja. Tilburg ook van de partij. Over de finish bij de 5 kilometer voor vrouwen Heidi Wouters. 30 minuten en 55 seconden. En Jannie van den Berg uit Urk.
30 minuten 55 seconden voor hun dus in de 27 en 28ste plek bij de 5 kilometer vrouwen. Ja, op de over de finish, goed gedaan. Rosanne Hartsevoort uit Vollenhoven, 31 minuten 28 seconden. Ronnie de Witte, 31 minuten 38 seconden. Arjen Datema uit Emmeloord, 31-44. En dan Marten Mooijweer, 31-46. En die gaat het allemaal hard. Die zet de Aubrey uit Hattop. Ik ga naar mijn computerkantje. En ga daar kijken wat er allemaal binnenkomt. 2-38. Best Loos uit Emmeloord, 32 minuten en 2 seconden bij de 5 kilometer van de mannen. Ik ga je ook winnen. Jaap, bezig met zijn laatste meters. En dan heb je gejuicht voor hem en ook voor Willemien. Ze zijn binnen als de finish, net buiten de 32 minuten. En Jilleke en Sandra en Mariska. Ook zij allemaal over de finishlijn. Sandra Mondria, Mariska Menger, Jilleke Wouters, Willemien Schutterbelt, Jaap de Boerman. Dat zijn de namen van de lopers die allemaal binnenkomen. En daar is ook Menno van Even ook uit Vollenhoven. Ook hij komt over de finish. Duitsje in de lucht, 32 minuten, net nu 33 minuten is zijn tijd die hij hier op deze kant volgens mij op de grootste loop hier op de klok is. 5 kilometer loopt van Menno van Even in de tijd van 33 minuten en 1 seconde. Net daarvoor kan binnen Max Dreven, die we nog eventjes uitsprinten. Makkelijk leven dus met de tijd van 32 minuten en 58 seconden. En met langsverand druppelt dus iedereen binnen. Ook Aaron over de finish gekomen in de tijd van 33 minuten en 32 seconden. En ook Arianne is gefinished, althans bijna gefinished. Handjes in de lucht, 54 is haar nummer. Arianne Dreven is haar naam. Komt uit Ems en loopt in de tijd van 33 minuten en 40 seconden haar. Tijd over de 5 kilometer. Ook applaus voor Kim. Kim Hermans uit Kruil binnen 33 minuten 53 seconden. En ook Sietse en Aaltje zijn binnen. Goed gedaan. 34 minuten is de familie X en Va die over de studie zijn gekomen. Net als Suzanne Roderijs en Cor van den Berg in het uit 34 minuten 5 seconden afkomstig uit Emmeloord. En ook Magriet is binnen en een andere dame die het nummer niet zichtbaar draagt. Dus van zijn eventjes Cor na Cor van den Berg, denk ik niet. Die van heeft die 3-5. Cor, nou dat is een mooie leeftijd. Cor van den Berg, 33-34 minuten en 5 seconden allemaal. Komen ze over de finish met geklap op de spandoeken, geklap in de handen. Is het Anne Martine, 213 handjes in de lucht. Goed gedaan, Anne Martine Bakker uit Urk, 34 minuten 49 seconden. En ook Diana is binnen. Diana Andriessen Bakker, 34 minuten 53 seconden uit Urk. En ook Esther Winters uit Vollenhoven. En de eerste man, over de finish. 256 is zijn startnummer. Zijn naam is Erik Driessen. Hij komt uit Vollenhoven, de eerste man over de finish. Dus in de tijd van 35 minuten en 5 seconden is Erik Driessen uit Vollenhoven. De eerste man die binnen is bij de 10 kilometer. Ja, Hosselin, gaat er nog even een sprint uit doen. Marianne Vollekaar. En zetten daarmee hun tijd. Marianne Oosterveen uit Hogeveen en Celine Meijer uit Vollenhoven. Met een tijd van 35 minuten en 30 seconden. Ja, althans, dat is de tijd hier op de finishlijn. Er gaat wellicht nog wat tijd vooraf als je wat later gestart bent. Dus dat kan allemaal, wordt allemaal bijgehouden. En is allemaal terug te zien op www.uitslaat.nl. Ook applaus voor Cathy en voor Willy. Nummer 35 en 36 zijn ze over de finish. Katie Bakker en Willy van Urk. 36 minuten en 1 seconde zijn ze gezamenlijk over de finish.
En dat geldt ook voor Sjoren, Roersen uit Emmeloord. Ze wordt daarmee 51, eigenlijk 52. Wat belangrijker is, is haar tijd 36 minuten en 12 seconden. Dat zijn prima tijden voor de dames die hier hun 5 kilometer gelopen op hebben. Die zitten in tijden van ruim 36 minuten en ook voor Arie Miele zit het er bijna op. 67 is haar stadnummer. En Adrianne Hillesma uit Emmeloord is... Dat is in aantocht de tweede man, Gerben is de tweede man bij de 10 kilometer. Gerben Fransen Fures als tweede bij de 10 kilometer mannen in een tijd van 36 minuten en 52 seconden. Dat doet hij dus net voor Talita, Talita de Jager uit Espe. Binnen in een tijd van 37 minuten en 5 seconden. Tweede man. En 30 minuten zien we daar in de verte de volgende vrouw aan komen lopen. Ze heeft een rode stip bij haar startnummer, dus dat ze 5 kilometer willen. 212 is haar startnummer. Haar naam is Manon. Manon is over de finish. Manon Snelling uit Krachenburg met een tijd van 39 minuten en 11 seconden zit voor haar de 5 kilometer er ook op. En daar komt de volgende dame aan. Die vanaf een 100 meter vanaf de finish al luid juichend en de armen in de lucht het er bijna op heeft. Zit duimpjes in de lucht, juist toegejuicht natuurlijk door het publiek. En nog wat duimen in de lucht, lach op haar gezicht. Ja, zo kan het allemaal hier op de Veenlandse loop de 5 kilometer. Het zit er bijna op met 39 minuten 45 seconden op de klok. Krijgt zij een behoorlijk applaus. Jentina, nummer 84, handjes in de lucht in 39 minuten en 55 seconden zit het erop voor Jentina Jongman-Smit uit Vollenhoven. 39 minuten en 55 seconden, dat is de prima tijd en dat is de prima tijd voor Reinder. Reinder David uit Vollenhoven, 5 kilometer voor hem zit erop, 40 minuten en 7 seconden, dat is zijn tijd. Prima dus, Jentina Jongman-Smit, 39,55 en Reinder David, allebei afkomstig hieruit Vollenhoven. Ook zij deden mee, misschien jullie volgend jaar ook wel als toeschouwers. Uit Vollenhoven, Jentina, 39,55 seconden, Reinder David, in de tijd van 40 minuten en 7 seconden. En dan komt de volgende dame aan en ook vanuit zit er nog een kleine versnelling in. Isabel, 90 is haar startnummer, 5 kilometer loop. Beëindigt zij in de tijd van 40 minuten en 54 seconden. Isabel van Kuik uit Urk.